De winterstop is klaar, waar het niet dat de winter nog volop bezig is. Goeiedag, terug van weg geweest is dit FC Rijnmond. En ook in het jaar 2010 zijn wij er met onze wekelijkse voetbaltalkshow FC Rijnmond nog de beste wensen. En dat het maar een mooi sportief jaar mogen worden, dit jaar 2010. Nou, gevoetbald wordt er niet vanavond in de eerste divisie. De eredivisieclubs zijn sowieso nog niet aan de beurt. Alles is afgelast. Toch valt er genoeg interessants te bespreken. Want Sparta en Feyenoord, om maar even twee clubs te noemen, die hadden deze week hun trainingskamp opgeslagen in Turkije. En wij waren er in beide gevallen bij. Jan-Erik Stouten is de man die dat voor ons heeft gevolgd. En onze andere gast is Cor Pot. Ja, de bondscoach van Jong Oranje. De man die met Dick Advocaat enige tijd in Rusland heeft doorgebracht. En ook een rijk verleden heeft hier in onze regio. Als je nou weet dat al die jongens en al die clubs afreizen naar die Zuid-Europese of landen als Turkije. Om daar een tentenkamp op te slaan voor even. Dan moet de bondscoach van Jong Oranje eigenlijk mee, zou ik zeggen. Klinkt heel aantrekkelijk om naar Turkije te gaan of naar Spanje te gaan. Even een spelletje bekijken. Maar ik wil ze niet te veel achter de broek zitten. Want in Nederland bekijken ze al heel veel. Bij Ajax, bij Feyenoord, bij PSV, Heerenveen. Dus wat dat betreft kom ik wel aan me trekken. Ja, en je hebt dus de afgelopen periode gewoon thuis doorgebracht in Nederland? Nee, ik ben ook nog even in Oostenrijk geweest, even skiën. Met toevallig was ook Dick Advocaat daar. Dat was heel gezellig. En met mijn zoon. Ik ben 1 januari weer teruggekomen. En ik ben blij dat morgen ga ik dan naar Heerenveen en PSV. En ik ben blij dat voetbal weer gaat beginnen, gelukkig. Want ja. Het is toch een lange periode, zo'n winterstop. Ja, precies. Jan-Dirk, je was de afgelopen dagen bij Feyenoord. Toen jij nog in Nederland was, zagen we prachtige beelden, zon over grote trainingsvelden. Toen jij aankwam afgelopen dinsdag. Regen. En heel veel regen de afgelopen dagen. Ja. Maar wel een aantal goede nieuwsfeiten, sportief gezien. Het fantastische spel gistermiddag tegen Kayserispor van Stefan de Vrij. Een jonge jongen, 17 jaar pas, die denk ik de nieuwe rechtsback van Feyenoord is. Rob van Dijk is voorlopig eerste keeper. Ook dat is goed sportief nieuws. Maar het allerbelangrijkste zijn wel de uitspraken van investeerder Pim Blokland vanmorgen in de microfoon van Radio en TV Rijnmond. Die is opnieuw bereid flink in Feyenoord te investeren. Want Feyenoord wil op korte termijn een aanvaller vastleggen. Goed, we gaan er zo meteen uitgebreid over verder praten, maar we gaan eerst terugblikken op de afgelopen week. Feyenoord zit financieel aan de grond. Sparta moet de slechte reeks van voor de winterstop snel vergeten. Maar bij FC Dordrecht hebben ze eigenlijk maar één probleem. De bal in de ploeg houden. Of ze dat lukt? Over die financiële malaise bij Feyenoord. De investeerders willen waarschijnlijk weer gaan helpen. Michel Peridon, een van die investeerders, zag in mei nog weinig in het beleid van de club. Maar hij gelooft er nu weer in. Ik denk dat we goed bezig zijn, zeker sportief gezien. Met Mario, is een geweldige trainer. En Leo doet ook goed. De club staat er slecht voor. Maar we zullen moeten zien wat we in de komende jaren gewoon weer een club zijn met een mooi eigen vermogen. Er is in ieder geval nu besef dat we niet meer kunnen betalen, dat we 1,5 miljoen, 2 miljoen salaris aan de spelers kunnen betalen. We moeten gewoon normaal doen, waar ook Rotterdam groot van geworden is. Gewoon mouwen opstropen, keihard werken. In ieder geval is technisch directeur Leo Beenhakker nog steeds op zoek naar versterkingen, terwijl de club platzak is. Pure goochelarij, noemt trainer Mario Been het. Hij noemt al Leo Kazan, heb ik gehoord, dus ik zal Hans eens bellen hoe hij het doet. Ik probeer alles te doen. Het probleem is natuurlijk dat je een aantal dingen niet in de hand hebt, want je hebt natuurlijk gewoon niks te bieden. Maandag bij Rijnmond Sport meer aandacht voor het interview met Leo Beenhakker en de trainingskampen van Feyenoord en Sparta. Overigens is het wel vermoeiend hoor, al die inspanningen van Don Leo. Oeh. En de problemen bij FC Dordrecht? Ach, die zijn er überhaupt niet. Ja, dat is dan ook de tegenstelling die we mooi kunnen zien. Feyenoord en Sparta zoeken de zon op. En FC Dordt op een veld waarop je niet kunt trainen, Jan-Dirk. Het is grote verschil. Waar wel of geen budget hebben om de zon op te zoeken. Of de regen in Turkije, waar je wel onder prima omstandigheden kunt werken. En Dordt aan de modderige kromme dijk. Hey, dan noem je die naam van Pim Blokland. De man die ook eerder bereid was met een select groepje om de portemonnee te trekken. Om toch nog een en ander mogelijk te maken. Voor Dani en Cizé met name heeft hij garant gestaan de afgelopen zomer. Die heeft nu gezegd, ik ben opnieuw bereid te helpen. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Ja, heel belangrijk in dit kader is het dat er een creatieve constructie wordt bedacht. Feyenoord zit in de categorie 1 van de KNVB. Mag geen nieuwe financiële verplichtingen meer aangaan van diezelfde voetbalbond.
Anders gaan er punten in mindering worden gebracht en kom je niet uit die moeilijke categorie. En dat wil zeggen dat op het moment dat een investeerder zegt van ik ben bereid om 1 miljoen te schenken aan Feyenoord, dat de KNVB zegt dat mag niet. Dat mag niet. Dan moet dus je schuld mee bijvoorbeeld bedenken, net als met Stefan Babovic is gebeurd, waar zijn vader een gedeelte van zijn salaris betaalt, dat een investeerder een eigen BV opricht, dat die speler op de loonlijst van die BV komt te staan. En zo noemde tegen een heel geringe minime vergoeding toch voor Feyenoord mag spelen een UBOG-constructie. Maar die zijn wel legaal. En dat gaat denk ik op korte termijn al gebeuren. Want nogmaals, Beenhakker en Been willen graag een aanval herhalen. Hoe luister jij naar dit soort verhalen? Het komt jou natuurlijk niet onbekend voor. Nee, het is natuurlijk al jarenlang het geval bij Vitesse geweest. Ja. Net al over gehad. Daar doen ze het ook met die rijke investeerders die buiten de club om spelers op hun loonlijst zetten. Nou ben je in dienst van de KNVB. Vindt de KNVB dit leuk? Ik kan me voorstellen dat ze daar zeggen, ja hallo, je hebt een schuld, die is zo groot, los die nou eerst maar eens af. Of kunnen ze er gewoon niks aan doen? Daar kunnen ze niks aan doen, want dat gaat buiten de club om in principe. Ja. Als een Pim Blokland Feyenoord wil steunen op zijn manier, ja, dan is dat natuurlijk heel prettig voor Feyenoord. Om het elftal in ieder geval sterker te maken, waardoor ze weer grotere kansen krijgen voor het Europese voetbal, wat ze graag willen houden. Ja. Dus op zich is het is legitiem. Jan-Dirk, dan kijk je naar de trainingen zeg maar, die Feyenoord daar afwerkt. En dan valt dus jou vooral een jong ventje heel erg op. Ja, Stefan de Vrij. Ik zei het net al, gisteren speelde Feyenoord tegen de nummer 4 van de Turkse competitie. Kayserispor. Dat is toch een heel goede tegenstander, fysiek sterke ploeg. En Mario Been heeft een probleem rechts achterin. Dani kan niet spelen, Leerdam heeft trombose. Banjar van Excelsior mocht mee, maar loopt daar een kuitblessure op. Erg vervelend voor die jongen. En dan heb je Bart Schenkeveld en Stefan de Vrij. Die mogen gisteren allebei een helft spelen. Schenkeveld niet helemaal fit. Maar de Vrij speelde in de tweede helft echt fantastisch. Met lef, met passie. Aanvallend goed. En ik schat in dat hij volgende week als Feyenoord in Venlo tegen VVV speelt. Dat hij rechtsback is in de ploeg van Benen. Ja. Nou is de kredietcrisis is vervelend. En de problemen die Feyenoord heeft, die komen daar nog eens bovenop. Aan de andere kant zou je kunnen zeggen. En zeker een bondscoach voor Jong Oranje. Vindt dat waarschijnlijk, is het helemaal niet erg dat die jonge gasten zoveel kansen krijgen nu? Nee, dat is vorig jaar al gebeurd natuurlijk. Ja. Hè? Met Wijnaldum, Biseswar en Ver. Leerdam. En nu weer Schenkelveld en De Vrij. Ja, het is alleen maar een hele goede ontwikkeling. Zeker voor het Nederlandse voetbal. We hebben heel veel talenten. We onderschatten het wel eens een beetje. We hebben hele goede opleidingen. Bij Feyenoord, bij Ajax, bij alle clubs zeg maar. Is het momenteel een goede opleiding, Sparta. En je ziet ook dat die spelers allemaal langzamerhand in het eerste elftal gaan spelen. Snelle in kansen de Eredivisie. Krijgen. En snelle kansen krijgen. Dat is ook de financiële redding van clubs als Sparta en Feyenoord. Ja. En die jongens worden geld waard. Ze hebben dadelijk langdurende contracten. En dat is het kapitaal van de club in meerdere opzichten, sportief en financieel. Ja. Ja. Goed, laten we kijken naar de wedstrijd die Feyenoord gisteren speelde dus in Turkije. Feyenoord beleeft een regenachtig trainingskamp in Alanya, maar het vriest er in ieder geval niet. En dat trainingskamp werd afgesloten met een oefenwedstrijd tegen Kayserispor, de nummer 4 van Turkije. Voor het eerst sinds 3 oktober speelt Jonathan de Guzman weer mee. Hij neemt deze vrije trap en de keeper heeft alle moeite om die uit zijn doel te houden. De Turken zijn vooral gevaarlijk met schoten uit de tweede lijn. Bayros gaat hier schieten op de paal. Schenkeveld raakt geblesseerd, maar die kan uiteindelijk gewoon door. Na een half uur komt Feyenoord toch op voorsprong. Uit een corner van de Guzman is het Ron Vlaar die de 1-0 binnenknikt. Vlak voor rust is er de grootste kans voor Kayserispor. Ver laat zich te makkelijk aftroeven. Maar de afwerking van Aziz Makula is waardeloos. Het gaat dan nog harder regenen in Alanya. En dat biedt Mario Been de gelegenheid om 8 nieuwe spelers in zijn ploeg te brengen. Babovic verovert de bal op het middenveld en die stuurt uiteindelijk Roy Makaay weg. En Makaay laat zien dat hij het afronden nog niet is verleerd. De Turken dus op achterstand in eigen land. De scheidsrechter meent daar wat aan te moeten doen. Let op de man die straks door de lucht vliegt en zichzelf lanceert. De bal gaat op de stip. Hey, Turkish referee. We horen het commentaar van Feyenoord-trainer Mario Been, die er de humor wel van inziet. Rob van Dijk op de lijn met zijn 41 jaar. Sedilek is de man achter de bal en hij schiet op de paal de tweede keer.
En kort daarna is er opnieuw een grote kans voor de Turken na een enorme blunder van El Amadi. Het is opnieuw Sedilek die gaat uithalen. En ook deze bal belandt op de paal. En uiteindelijk zorgt Feyenoord voor een mooi slotakkoord van dit duel. Roy Makaay wordt de diepte ingestuurd. En maakt het fraai af. Na wat geblunder in de achterhoede van de Turken. Feyenoord wint dus met 3-0. Goed, dat was dus de oefenzege van Feyenoord van gisteren. Zegt dat nou iets of zegt dat eigenlijk niks? Kijk, de waarde van een trainingskamp, die ken je pas echt als je volgende week goed start in de competitie tegen VVV. Zo opportunistisch is de wereld wel. Maar Feyenoord heeft daar echt, ondanks de regen, op perfecte velden kunnen trainen. En dit nogmaals, dit was echt de nummer 4 uit de Turkse competitie. Het positiespel was bij Vlagen erg goed van Feyenoord. En je ziet echt de progressie. En je ziet vooral de lol die ze onderling hebben. Het is echt een team met Beenhakker die daar ook een cruciale rol in speelt. Been die de zaken goed voor elkaar heeft. Ja, dit is echt een goede week geweest voor Feyenoord. Even snel het twee namen langslopen. De Guzman, hij is er weer bij, hij speelt weer mee. De heeft dagen zelf van 31 januari nadert. Hij heeft zelf geroepen dat hij nog 2 miljoen waard is. Is grote onzin. Beenhakker en Been zijn daar ook een beetje gepikeerd over. Natuurlijk hoopt iedereen dat hij alsnog verkast in de winterstop. Maar hij heeft zich nog niet concreet een club gemeld. En dan gaat hij niet heel veel opbrengen, want zijn contract loopt snel af. Cor, nou ben je trainer bij een club en dan weet je dat de Guzman voor niet heel veel weg kan bij Feyenoord. Zou je hem überhaupt willen? Jawel, ik vind alleen dat er te veel zijn naam wordt genoemd in verband met de verkoop. En hoe meer je dat gaat doen, hoe slechter dat eigenlijk is. En, ja, vandaar, geeft aan dat er gewoon geen belangstelling is. Er is nog steeds geen belangstelling, niet concreet in ieder geval. En dus zegt Mario Been, zou je nu moeten zeggen, ik ga nog een half uur me fantastisch inzetten voor Feyenoord. Zorgen dat we derde of vierde worden, zorgen dat we de beker winnen. En gewoon wel loyaal zijn aan de club, die ook jarenlang trouw aan hem is geweest. Ja, maar dan moet hij bijtekenen. Nee, maar in de rest van het half jaar, want het is ook zijn belang. Dat hij zich in de kijker speelt. Ja, tenzij hij al weet waar hij na de zomer naartoe kan en zijn zakken gaat vullen. Nou, ik vind dat Mario gelijk heeft. Ik vind ook dat hij loyaal moet zijn aan de club nu. En hij moet gewoon een half jaar fantastisch presteren. Hij heeft ook een hoop te danken aan Feyenoord. Feyenoord heeft ook geduld met hem gehad, ook met zijn blessure. En ik vind dat hij er wel terug mag doen, die jongen. Ja. Een andere naam die ik even langs wil lopen, Giovanni van Bronckhorst. Het is zo'n moment, hè, zo'n winterperiode om eens lekker met je aanvoerder, met een wijntje, 's avonds om de tafel te gaan zitten en... Wat ga je doen? Jaartje erbij. Hij overweegt ook te stoppen. Hij twijfelt. Ja, hij heeft al eerder in onze uitzendingen gezegd, of ik ga stoppen, of ik teken bij Feyenoord. Meer opties zijn er niet. Als hij bijtekent, zal hij genoegen moeten nemen met een lager salaris. Er komt een nieuw salarisplafond in de Kuip. Zeer terecht. Zal hij waarschijnlijk. Het gaat trouwens in de komende jaren miljoenen bezuinigen op de salarispost. Ook voor het personeel dat op kantoor werkt. Zijn al heel veel mensen ontslagen daar, helaas. Moeten wij wel bij zeggen. Maar dan moet Van Bronckhorst akkoord gaan met een lager salaris om er daarbij de 5. Maar is die keuze zo'n beetje in deze periode door hem gemaakt? Van Bronckhorst wil natuurlijk rekken. Ook kijken hoe het op het WK gaat straks. Of hij nog fit is. Maar Feyenoord heeft er wel baat bij om snel duidelijkheid te hebben. Feyenoord wil door. Van Bronckhorst wil door. Dus ja, dat zou een keertje goed moeten komen. Ja. Welke speler valt jou nou bij Feyenoord het meest op? Vorig jaar was het de opmars van die twee jonge talenten. Toen was Wijnaldum had eigenlijk vaak een streepje voor. Hoe kijk jij dit seizoen? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik, we hebben het net over Giovanni van Bronckhorst, die vind ik fantastisch spelen. Ja, maar die mag niet meer een Jong Oranje. Nee, uiteraard. Nee, je bedoelt over de jongens van Jong Oranje. Nou, ja, bij mij doen ze het alle drie goed. Ver doet het uitstekend. Het is een zeer stabiele, sterke middenvelder met fysieke kracht en ook nog voetbalkwaliteit. Boven zichzelf uitgestegen dit seizoen. In ieder geval meer nog dan vorig ook, seizoen de man. Ook dat nog. Het is ook een hele prettige jongen, ook in de groep. Het is een gangmaker. Wijnaldum heeft tegen Spanje voortreffelijk gespeeld, met name de eerste helft. Dat was echt onhoudbaar. Die zit in een leerproces. Die moet ook die flair die hij bij ons heeft, met zijn eigen leeftijdgenoten, die moet hij ook bij Feyenoord moet laten zien. En dat is wat moeilijker, want daar heeft hij natuurlijk een bepaalde hiërarchie. Daar is hij de jongste met oudere spelers. Durft nog niet het initiatief te nemen altijd. En ik denk dat dat heel belangrijk is voor hem, dat hij continu zijn tegenstander opzoekt, de diepte zoekt en acties maakt en niet breed en terugvoetbalt. En ja, Bizeswar heeft natuurlijk vorig jaar een vrij behoorlijk goed jaar gehad. En, goed contract verdiend, op juiste moment. Komt nu in de situatie dat hij meer op de bank zit en dat hij invalt. Ja, dat is voor de jongen niet makkelijk, mentaal. Ja. Hij moet daar doorheen. Natuurlijk kan hij voetballen. Hij moet wel meer zijn specifieke kwaliteiten gebruiken als buitenspeler, vind ik. Ook de tegenstander opzoeken. Buitendoor, binnen. Maar dat is iets wat je doet als je vertrouwen hebt. Hè? En als het niet lekker loopt, dan is dat het eerste wat je. Ja, maar hij heeft wel de neiging om toch te veel
het middenveld in te gaan naar de bal toe. En daar zitten we niet op te wachten, want er zijn genoeg middenvelders. Ja, en mensen actie die maken aan de lijn. Hij moet juist, en dat is ook een kwaliteit van hem. Hij heeft snelheid en hij heeft techniek. En hij kan ook zijn linkerbeen nog heel goed gebruiken. Dus als hij dat nou doet, dan denk ik dat hij voor de club en ook voor hemzelf hele goede zaken doet. Goed, we gaan naar Sparta, want ook die club dus in Turkije deze week. Sparta dus evenals Feyenoord op trainingskamp in Turkije. En in Belek neemt Sparta het op tegen Unterhaching, de nummer 11 van de derde Duitse Bundesliga. Vermogende Spartanen zien veel jonkies optreden, zoals A-junior Mitchell van Gastel en ook Martin de Roon. Sparta is afgereisd naar Turkije zonder rechtsback Boacchi en Rutjes zijn niet fit. Adelaar is dan ook geïnteresseerd in Nathaniel Wil van Jong Ajax. In de eerste helft is Sparta kansloos. Hier een niet te missen kans, zo lijkt het voor de Duitsers. Maar Cor Varkenvisser kijkt de bal naast. In de eerste helft is Sparta dus kansloos. En ook in de tweede helft is het niet veel beter. Hier komt Cor Varkenvisser goed weg, de vervanger van de zieke Seliga. Maar even later gaat het toch mis, want na een uur spelen komen de Duitsers op voorsprong. Varkenvisser komt uit zijn doel, maar verdedigt slecht uit. Dat is nog niet het ergste, want bij deze lange bal van Stefan Alsinger blundert Cor Varkenvisser. De Duitsers dus op een 1-0 voorsprong. Varkenvisser baalt. En even later lijken de Duitsers op 2-0 te komen. Een schot van Ömer Kancha. Maar nu heeft Varkenvisser het geluk aan zijn kant. De technische staf duidelijk niet tevreden over het optreden van Sparta. Maar uiteindelijk komen de Rotterdammers goed weg. Het is een paas van Buren en met een beetje geluk mag Sander van Gessel aanleggen en de 1-1 aantekenen. Goed, dat was overigens de wedstrijd van afgelopen dinsdag. Sparta vandaag weer gespeeld, John Dirk. Tegen FC Ingolstadt met 1-0 gewonnen. Een goal Robert van Barco Boldu. Ja, de club van Robert Braber, oud Excelsior speler. Weer een club uit de derde Bundesliga. Maar gelukkig een zegen voor Adelaar en zijn mannen. Ja, dan is Adelaar geïnteresseerd in Nathaniel Wil van Jong Ajax. Zeg mij natuurlijk niks. Ik zal hem ongetwijfeld een keer hebben zien spelen, maar ik ken hem ook niet. Ja, Sparta heeft een rechtsback nodig. Hè. Dat is echt een groot probleem. Boacchi speelde fantastisch. Is misschien wel de enige aankoop die goed presteert op het kasteel, maar is geblesseerd. En in het geruchtencircuit, en we krijgen dat bij Sparta niet bevestigd, horen wij het verhaal dat Boacchi misschien wel nooit meer aan voetballen toekomt. Dat zou voor de jongen allereerst een drama zijn, maar ook voor Sparta zeer, zeer, zeer vervelend. Dus ze hebben op die plek, omdat ze niet het volledige vertrouwen in Anthony Bentham hebben, wel een probleem. Ja, en deze jongen is back, kan ook naar Haarlem, maar dat zou een optie misschien zijn voor Sparta. Ja, dan Kevin Strootman, toch een beetje de man op het kasteel, had een lastige periode, geblesseerd. Is hij weer fit? Ja, hij is weer fit, traint weer lekker mee daar in Turkije en heeft aangegeven, ook dat is wel belangrijk voor de continuïteit bij Sparta, dat hij het seizoen hoe dan ook gaat afmaken op het kasteel. Ook al is er interesse, met zijn zaakwaarnemer heeft hij gezegd, ik speel dit seizoen bij Sparta. Juich je dat toe, Cor, dat hij dat doet? Ja, ik vind het heel belangrijk dat Strootman er zo over denkt. Waarom? Omdat hij is nog niet klaar met Sparta. Hij is nog eigenlijk eerste jaar senior. Heeft vorig jaar een prima seizoen gedraaid. Nu een half jaar, in het begin wat minder, is weer teruggekomen. Was in het begin ook wat geblesseerd. Komt nu weer terug, is nu net geopereerd. Is ook heel verstandig tot hij het seizoen goed afmaakt bij Sparta. En dan maar afwachten of er nog clubs zijn die de transfersom kunnen betalen voor Strootman. Want dat is natuurlijk ook niet zo laag. De duurste jongen op het kasteel. Hè? Ja, maar het is wel een talent. Ja. Dan zie je dat Sparta nu naar Turkije vertrekt met 24 spelers, waarvan er 12 eigen kweek zijn. Dat is denk ik in geen jaren bij clubs in een betaalde voetbal voorgekomen. Zo'n aandeel zelf opgeleid. Sparta staat natuurlijk al jarenlang bekend om een hele goede jeugdopleiding. Zelfs in mijn tijd, dat is wel heel lang geleden, had Sparta ook al een hele goede jeugdopleiding. Ja, het is de levensader van de club. Dat is de levensader van de club. Daar is Sparta altijd door op het hoogste niveau blijven spelen. Ja. Door de verkoop van spelers. Nee, dat is absoluut goed, maar Adelaar moet wel volop aan de bak. Hè, want ze staan er niet goed voor. De herstart van de competitie wordt cruciaal. Je zal een goede mix moeten vinden. Want in de strijd om het wegkomen uit de onderste regionen, red je het vaak niet alleen met jonge jongens. Alleen heb je ook een Van Gessel hard nodig. Heb je ook routiniers en ervaring nodig. Goed, ik hoop dat ze opletten daar op het kasteel. We gaan naar FC Dordrecht en met name naar Eddy Putter. Deze man is al twee keer eerder weggegaan bij FC Dordrecht en is opnieuw teruggekeerd. Hij kon naar Nieuw-Zeeland, zou daar tussen de schapen gaan voetballen. Maar uiteindelijk zijn het de Dordtse schapenkoppen geworden. Voor de derde keer dus. Hey
ik had wel Dordrecht kunnen blijven, maar ik wilde graag voor het avontuur kiezen. Het leek me gewoon een prachtig land en het is een keer wat anders dan Veendam uit. Dat mag je inderdaad wel zeggen, want met het Nieuw-Zeelandse Wellington in de Australische competitie spelen is wel even wat anders dan het zoveelste bezoek aan Stadion de Lange Leegte. Maar er waren boze voortekenen. Ik ging er dus heen met die enkelblessure die zo goed als over was, maar nog niet helemaal. Dus dat speelde ook een beetje in mijn hoofd. Van, ik hoop dat die enkel goed blijft en dat ik gewoon kon laten zien wat ik kan. Na de heenreis heb ik er geloof ik 32 uur over gedaan. Terugreis 41 uur. Dus ja, als je er eindelijk bent, dan wil je ook iets laten zien. De eerste training ging er dus gelijk al mis. Ja, het schoot er eigenlijk als het ware in. De eerste uur kwam ik nog goed door. Toen in het partijspel, toen wilde ik afzetten en ja, het schoot eigenlijk in mijn enkel. Ik ging er niet eens doorheen. Ik heb het toen nog wel geprobeerd die week, maar het ging absoluut niet. Toen hebben ze geprobeerd om een vlucht te verzetten, maar dat lukte niet. Dus ik heb in totaal 10 dagen gezeten, denk ik. Ik ben toen weer terug naar Nederland gegaan. Ik heb veel langer in het vliegtuig gezeten dan ik op het veld heb gestaan, ja. En dus kwam Putter een illusiearmer weer in Nederland aan. Gelukkig wilde Dordrecht nog steeds met hem in zee. Alleen de medische keuring kon zijn voortbestaan als profvoetballer nog in gevaar brengen. Ik wist van tevoren dat als mijn enkel niet goed bleek, dat het contract dan niet door zou gaan. Ik ben toen naar de arts van Dordrecht gegaan. En die heeft eigenlijk aangegeven dat de beperking zo erg was dat ik geopereerd moest worden. En dat is toen ook gebeurd. Dus ik kon wel begrijpen dat het contract niet doorging. Dat was niet makkelijk, nee. En toen zat Putter opeens 7 maanden werkloos thuis. Met een kapotte enkel en ook nog een liesblessure. Ik heb gewoon iedere dag voor mezelf getraind. De dingen die ik kon doen, die heb ik gedaan. Dus daarin kan ik mezelf niks verwijten. Maar ik heb wel momenten gehad dat ik dacht van, ik heb er zo geen zin in. En ik stop er wel mee, ik ga wat anders doen. Maar ja, een kwartier later denk je dan toch van, ik ben voetballer, wat moet ik anders gaan doen? Voetballen doe ik het liefst. Je hebt er zoveel voor opgegeven en voor gedaan. Dat wil je dan ook niet in een paar maanden, dat het niet lukt, weggooien eigenlijk. Ik heb nu geen contract, ik ben op de amateurbasis. Ik krijg er dus geen geld voor, ik krijg geen salaris. Je moet ook reëel zijn, ik ben er 6-7 maanden uit geweest. Het geld in de voetbalrij is ook een beetje op. Dus ik zie dit puur als een investering naar volgend seizoen toe. Ik moet gewoon fit worden en mijn wedstrijden meepakken. En ik heb weer zin om te spelen. En dan zie ik in de zomer wel waar het toe leidt. Ja, dat is nog eens slim ondernemen daar in Dordt, toch, Jan-Dirk? Ja, zo kun je het zeggen. Je kunt ook zeggen, je geeft een jongen die op doodspoor is beland een nieuwe kans. Ja. En dat is nu eenmaal de situatie in betaalde voetbal. We hebben tal van clubs last van. De Guzman komt maar niet weg. De internationale markt komt niet op gang. En ook Putter zal dus... Blij zijn dat u überhaupt... Als amateur aan de Krommendijk zich weer moeten bewijzen. Jong Oranje, het gaat fantastisch. 5 gespeeld, 15. Spanje op gepaste afstand. Wedstrijdje minder, 6 punten minder. Dat is rechtstreeks richting Kopenhagen. Nou, was er maar zo. Dat is nog niet zo makkelijk. Want als we de play-offs halen, moeten we die play-offs spelen. Ja. Ook als beste de 4 nummer 2 of nummer 1. Maar play-offs moet je sowieso spelen. Dus het is nog allemaal niet... Ben je verrast dat het zo goed gaat? Nou, wij hebben die eerste wedstrijd toen gespeeld, de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland. En die speelde met 8 spelers die in de finale stonden tijdens het Europees kampioenschap. Was in de dag in Zweden of in Finland. Mm-hmm. En daar speelden we 0-0 tegen, eigenlijk moeiteloos. Maar de tweede helft zelfs beter. En toen zag ik wel dat we al een zeer goede ploeg hadden. Ja. Een talentvolle ploeg. En dan is er één jongen, en die loopt nu in Engeland te voetballen, die wij hier veel te vroeg hebben moeten laten gaan. Niet op kunnen bieden tegen het grote Chelsea, die nu aan de poort rammelt, zelfs van het grote Oranje, denk je dat? Jeffrey Buma? Ik denk het nog niet. Ik moet dat ook niet gaan overdrijven. Dat wordt, de media heeft dat wel op ingespeeld. Nieuwe helden. Hij is wel goed hoor. En persoonlijkheid heeft hij nu al. Nee, het is een coming man. Als er niks geks gebeurt, dan is dat een jongen voor de toekomst. Maar hij is net 18 jaar geworden. We moeten ook niet gaan overdrijven en ook voorzichtig zijn. Want, Je wil hem gewoon niet kwijt bij Jong Oranje. Nou ja, want ik heb genoeg verdedigers. Dat klinkt arrogant, maar we hebben natuurlijk hele goede verdedigers ook. Maar hij is een uitzonderlijk talent. Die ook niet te snel die grote stap moet maken. Want het is wel een hele grote stap. Hè? Hij heeft natuurlijk nog weinig tegen echte topspitsen gespeeld. En dat is natuurlijk ander kaliber. Dus hij moet daar ook in groeien, ervaring krijgen. Ja, dus een stage bij zo'n Nederlands elftal, wanneer dat
kan, zou natuurlijk ideaal zijn. Ja, dat het is wel veelzeggend dat Chelsea hem niet wil verhuren. Hè? Ook daar hebben ze volop vertrouwen in deze jongen. Goed, we gaan het afronden. Helaas, de tijd schrijft voordat we weer iets anders gaan doen op deze zender. Dus ik wil je danken voor je komst naar onze studio. Jan-Dirk, heel graag tot volgende week. Ik wil tot slot nog even zeggen dat Excelsior vanmiddag oefende tegen Omniworld. Werd 2-2. Verder komen Dordt en Excelsior dus niet in actie. Mogelijk maandag. Dan is er weer een regulier competitieprogramma op de maandagavond. Dan ook zenden wij in onze sportprogrammering een interview uit met Leo Beenhakker. Maak er een goed weekend van.